Ik heb het vorige week al even gezegd. Het lijkt alsof sommige dingen en een geschiedenis belangrijk is en dan verdwijnt het of het krijgt een totaal andere invulling. En zo wil ik even daarbij stilstaan. Wat betekent het nou? Wij steken kaarsen aan en die kaarsen is eigenlijk een teken van verwachting. In de middeleeuwen of gelijk in de vierde eeuw in Spanje is dit naar voren gekomen. Met andere woorden, 300 zoveel en zoveel, terwijl er een enorme grote kerk in Noord-Afrika was, kwam dit naar voren dat mensen zich heel gericht ging voorbereiden, verwachten de wederkomst van Christus. En ook mensen die tot bekering kwamen, die gingen zich voorbereiden om zich te laten dopen. Er was een proces voordat iemand zich liet dopen, dat hij 3 dagen een vaste waren er ook, was er ook gebed voor bevrijding. Daarna is daar allerlei dingen veranderd en is de kinderdoop naar voren gekomen. Maar wanneer wij dit lezen, dan is het een hele oude verwachting die naar voren komen. Ook in het Oude Testament was daar de verwachting dat de Messias zou komen. En dat leefde onder het volk en dat leeft nog steeds onder het Joodse volk. En ik wil graag vanmorgen een gedeelte lezen die hiermee te maken heeft. Ik wil dat je met me gaat naar Matteüs hoofdstuk 11. Matteüs hoofdstuk 11 en ik wil lezen vanaf vers 2. En het is een gedeelte dat Johannes de Doper in de gevangenis was. Johannes was opgepakt door koning Herodes en Johannes was in de gevangenis. En ik lees hoofdstuk 11 vers 2. Johannes hoorde in de gevangenis de werken van de Christus. En liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen, bent u het die zou komen? Het is heel opvallend hoe Matthäus het ook schrijft. Hij zegt, hij hoort niet de verhalen van Jezus, maar er staat Christus. Dat staat ook in jullie Bijbel. Wat betekent Christus? De gezalfde. De Messias, de gezalfde en zijzelf. Hij zei, Johannes hoorde wat de Messias doet en liet door zijn discipelen vragen, bent u er die komen zou of moeten we iemand anders verwachten? Zo met andere woorden, Johannes snapte niet zo goed wat hier aan de hand was. Johannes had de verwachting, een zekere beeld, van dit is wat en hoe de Messias moet optreden. Hoe heeft Johannes dat beeld ontvangen? Hoe heeft hij dit gekregen? Wat was zijn verwachting? Wie weet het? Johannes heeft van God gehoord dat hij het evangelie moet verkondigen. En God heeft hem heel duidelijk een aantal opdrachten gegeven. Dat kan je terugvinden in Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1 was Johannes begonnen met dopen en de fariseers en de sadiseers en iedereen kwam naar hem toe. Ben jij de Messias? Nee, zei hij, ik ben de Messias niet. Hij zegt, na mij zal iemand komen. Hij zei, ik ben de stem, Johannes 1 vers 23, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak en bereid de weg van de Heere voor. En terwijl Johannes bezig was dat we verkondigen, met zijn discipelen zag hij Jezus. En dan lezen wij in vers 29, de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en hij zei, zie, het lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hoe wist hij dat? Openbaring. God heeft tot hem gesproken. God heeft... Of door het woord, of door een beeld of openbaring heeft Johannes dit ontvangen. Hij zegt, zie, kijk, dit is de lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. En toen Jezus gedoopt werd en Jezus naar hem toe kwam, toen zei hij, ik kan jou niet dopen, je moet mij dopen.
En er gebeurde een wonder bij de doop van Jezus. De hemel ging open en de duif kwam op hem neder. En Johannes zegt in vers 33... Op wie je de geest ziet nederdalen op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, zegt Johannes, deze is de Zoon van God. En wat gebeurt? Johannes wordt opgepakt. En Johannes zit in de gevangenis en zijn omstandigheden gaat veranderen. En wat gebeurt er dan met Johannes? De openbaring, die vervaagt. En hij gaat twijfelen. En dan sturen ze discipelen naar Jezus, en dat lezen wij. En hij zegt, ben je dit nou of ben je dit niet? Want ik weet dat allemaal van u bent het lam dat de zonde van de wereld wegneemt, maar de Messias, als die koning wordt, zal die op de troon van David gaan zitten, en zijn koninkrijk zal aanbreken. En hij zal de Romeinen uit het land bonjouren. En dat doet hij niet. Dus ik snap het niet. En dan zegt Jezus, de discipelen van Johannes, en dan zijn we terug bij Matthäus hoofdstuk 11. En Jezus, vers 4, en Jezus antwoordde en zei tot hen, ga heen. En boodschap geef van Johannes wat je hoort en wat je ziet. Met andere woorden, is heel belangrijk. Je moet eigenlijk je veertertje of een papiertje inzetten bij Johannes, bij Matthäus hoofdstuk 11. Want we komen zo weer terug en dan gaan we weer verder en dan komen we weer terug. Hij zegt, bericht aan Johannes wat je hoort en ziet. Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd. Doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen het goede nieuws, het evangelie. Zie, dit moet je aan Johannes zeggen, want dat is de eerste taak van de gezalfde. Dat is de eerste taak van de Messias. Dat is het doel van de salving, is dat doven gaan zien, blinden gaan horen, lammen gaan lopen en de armen goed nieuws ontvangen. En terwijl zijn discipelen wegging, ging Jezus verder. Waarom zijn jullie naar Johannes gekomen? Wat verwacht je nou eigenlijk van Johannes? Iemand die in de woestijn staat en eigenlijk met alles meegaat? Nee. Verwacht je een grote profeet? Nee, hij is een profeet. Ik zeg, hij is meer dan een profeet, zegt Jezus. Vers 10 zegt hij, deze is het van wie in het Oude Testament staat, zie ik zend mijn bode voor de aangezicht om de weg voor u te bereiden. Dat is wat Johannes ook toch gezegd heeft. Ik ben een stem in de woestijn, bereid de weg van de Heer. En dan komt vers 11. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, onder hen die geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Maar laten we nou even kijken, de verwachting van Johannes. Waarom ging dit mis? Want hij had het toch door openbaring ontvangen. Ja? Hij heeft toch door openbaring, heeft Johannes het volgende ontvangen. God heeft toch tot hem gesproken. En hij is het kwijtgeraakt. En hij ging kijken, en hij ging kijken naar wat voorhanden is. En zijn eigen verwachtingen ging die leggen op de openbaring van God. En wat zo vaak gebeurt, lieve mensen, waarom worden mensen teleurgesteld? Wie van u is al teleurgesteld geraakt in God? Wie van u is al teleurgesteld in de kerk geraakt?
Wie is al teleurgesteld in andere gelovigen? Waarom? Omdat wij misschien een verkeerde verwachting hebben. En omdat wij vaak dit wat God tot ons gesproken heeft, de openbaring die wij ontvangen hebben, hebben losgelaten en kwijtgeraakt zijn. Ik geloof dat een van de allerbelangrijkste dingen is dit wat God aan jouw geest, aan jou geopenbaard heeft. Dat moet jij gaan koesteren in je hart. Dat moet je gaan opschrijven. En dat moet je voor ogen gaan stellen. Johannes was hier de voorloper van allemaal. Dat is niemand in heel Israël die zoveel openbaring had, die dit door had, die Gods werk en wat God wilde doen door had. En toen hij in de gevangenis zat, dus, oh wee, oh, maar het klopt niet, ik kan niet in de gevangenis zitten, want Jezus zou als koning gaan zitten op de troon en de Romeinen zou uitgebannen worden. En ja, die Herodes, die oude vos, die had hij al lang moeten doden. En hier zit ik in de gevangenis. En wat doet Jezus? Hij houdt zich bezig met zieke mensen. In plaats daarvan dat hij zich ging bezighouden met de Romeinse officieren en met de koning en al die zondaars uit het land flikkeren. Lieve mensen, maar hoe vaak gebeurt dit niet bij ons? En daarom vraag ik jou, wanneer laatst heb jij een gevoel gehad, God spreekt tot mij iets en dat heeft mijn hart geraakt? Heb je dit nog steeds voor ogen? Hou je dit vast? Koester je dat? Of is dit nou maar, ja... Want hier ligt de teleurstelling van Johannes. Hier ligt het probleem waar hij mee worstelt. En daarom is het zo belangrijk dat wij echt gaan focussen. Waarmee zijn wij bezig op dit moment? Wij hebben gezegd, wij willen echt gaan focussen op dit wat God zegt. Waarom heeft God ons hierin gebracht? Zodat hij beweging in die omgeving op gang kan brengen. De eerste christenen werden mensen van de weg genoemd. Met andere woorden, zij waren op weg om Jezus te volgen. Ze waren niet gearriveerd. En wij hebben gezegd, wij hebben een aantal speerpunten voor de komende tijd. We willen God ervaren. Zoals wij zondagmorgen gaan aanbidden, dan willen wij vanuit onszelf gaan uitstrekken om weer een aanraken, om een gevoel te hebben, hier, u bent er. Met andere woorden, je gaat aanbidden en wij zoeken en wij gaan zingen om God te zoeken, zodat ik dat wat God aan mij geopenbaard heeft en wat ik van hem beleefd had, weer levend zal zijn. Oké? Okay. Want God heeft met jou persoonlijk gesproken en met jou levend gemaakt. En dat willen wij doen. De volgende is, wij willen ons richten op zijn koninkrijk, koninkrijk bouwen. Zijn koninkrijk bouwen. En familie zijn. Zo openbaring gaat voor en dan komt de andere ding. Wij willen ook niet gemeente zijn voor onszelf. En daar is iets wat al geruime tijd in mij borrelt, daar wil ik over preken. Ik kom er niet aan toe, ik heb er al iets over gezegd, maar het borrelt in mij. Omdat God heeft ons een unieke plaats gezet en unieke contacten gegeven. Er was een verschil tussen een gemeente in Jeruzalem en een gemeente in Antiochië.
Jeruzalem was een gemeente gericht daarom om de Joden bij elkaar te houden, om een plaats van aanbidding te geven. Antiochië was een plaats die als springplank diende om de wereld met het evangelie te bereiken. Als een verschil tussen de twee gemeenten en Antiochië zie je heel duidelijk de vijfvoudige bediening werken. En daarom spraken wij daarover, daarom zitten wij ook en richten wij onze ogen op die landen wat nog niet het evangelie gehoord heeft, de gesloten landen. Myanmar, Noord-Korea, Vietnam, daar komt nog landen bij, China. Dus een gesloten land. Christenen worden ingeperkt. Kerken worden door kruisen afgenomen, nog steeds vandaag. Vietnam, communistische land, Laos. Daar hebben we opening in. En met andere woorden, God heeft ons een unieke doel gegeven. Die Antiochië gemeente was trendzittend, het produceert leiders, allerlei dingen. Maar waarom zijn wij hier? Is wij moeten bouwen aan Gods koninkrijk. En wat was nou het probleem van Johannes? Johannes die keek verkeerd in de tekenen, wonderen. Nou ja, ja, maar... En dan zegt Jezus, ga bericht aan Johannes wat je ziet. En het waren tekenen van het koninkrijk. Tekenen van het koninkrijk. We hebben vorige week hebben wij gezien dat Jezus water en wijn veranderde. Om te zeggen, er is een shift gekomen. En dan staat er aan het einde van hoofdstuk 1, deze, de eerste van de tekenen van Jezus heeft hij gedaan om zijn heerlijkheid aan zijn discipelen te openbaren. En zijn discipelen geloofden in hem. Met andere woorden, tekenen, wonderen en genezing heeft te maken met de heerlijkheid van God. Maar lieve mensen, nu gaan we verder kijken. Wat staat er nu nog meer bij dat koninkrijk bouwen? Wat betekent dat nou, het koninkrijk bouwen? En dit staat in dit gedeelte. Laten we verder lezen. Dan zegt Jezus aan zijn discipelen, want de discipelen van Johannes die waren vertrokken, vers 11. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Maar de kleinste en het koninkrijk van de hemel is groter als hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu, breekt het koninkrijk van de hemel zich baan met geweld en geweldenaars grijpen erna. Want alle profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes de Doper toe. En indien je dit wil aanvaarden, hij is Elia die komen zou. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Hij zegt, wie oren heeft, moet horen. Luister, luister goed wat de Geest zegt. Het koninkrijk van de hemelen breekt baan. Het koninkrijk. Wat heel belangrijk is, wanneer wij koninkrijk in de Bijbel lezen, dan schrijft Matthäus koninkrijk van de hemel. Lucas schrijft koninkrijk van God. En Johannes spreekt over verheerlijken. En ze bedoelen hetzelfde. Wanneer wij praten over het koninkrijk van God, of Johannes, Matthäus spreekt over het koninkrijk van de hemel, dan bedoelt hij niet de toekomst, één dag in de hemel. Nee, want wij hebben geleerd te bidden, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Zo wij bidden, uw koninkrijk, uw hemelse koninkrijk moet hier komen. En Jezus zegt, sinds de dagen van Johannes de Doper, er is een shift gekomen, zegt hij.
Er is in de hemel is daar een shift gekomen. Na 430 jaar van stilte dat er geen profeet meer was, kwam de Heilige Geest in beweging en is daar ineens weer een woord van God. Johannes de Doper stond op als profeet. En vanaf dat moment, zegt Jezus, breekt het koninkrijk baan met geweld. En geweldenaars grijpen eraan. Ik heb het aan jullie verteld over de manen, dat de achtste dag, dat er een shift kwam in hemelse gewesten. En ik geloof dat wij hiermee te maken hebben. Het koninkrijk van de hemelen breekt aan met geweld. Wat was het doel van Johannes? Waarom heeft God Johannes gestuurd? Het staat er, ik zend mijn bode voor je uit. Hij is de stem in de woestijn, bereid de weg van de Heere. Je ziet, nu komt het koninkrijk van God, en dan zegt hij, hij is de Elia die zou komen. Zo, wat Jezus zegt, er is een verandering gekomen. En het koninkrijk van God breekt door met geweld, en geweldenaars grijpen erna. Wij zingen soms, en dan hoor je soms de liederen over, dit is de tijd van Elia. Kent u dat? En er is grote verwachting, want als Elia komt, zal hij de harten van de vaderen richten tot de harten van de zonen, en dus harten van de zonen tot de harten van de vader. Maar na Elia kwam wie? Elisa. Elia droeg een salving. En wat droeg Elisa? Een dubbele salving. Jezus kwam en hij zegt, Elia, Johannes de Doper was Elia. En wanneer hij weggaat, dan zegt hij, jullie zullen grotere werken doen dan deze, omdat ik naar de Vader ga. Daar komt een nieuwe verandering, een shift, een beweging van God. En dan spreekt hij over het koninkrijk van God en hij zegt, niet aanstoot nemen, niet kijken zoals Johannes, niet op je tenen trappen als jouw verwachting van God niet uitkomt, maar gaan kijken naar Gods verwachting van jou. Raak je openbaring niet kwijt en je focus niet kwijt, niet toelaten dat aanstoot in je komt. En wat betekent aanstoot? Dat betekent dat jij, dit Griekse woord is skandalion, dat betekent dat je kijkt naar iets wat je bekend is en je spreekt kwaad erover. Aanstoot wordt genoemd de valstrik van de boze. Jezus zegt tegen hem, wie is zalig, gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot nemen. Wie aan mij geen aanstoot neemt. En wat Jezus doet, is hij heeft gekozen om door zijn kerk te werken. En hij zegt daar, vanaf de Johannes de Doper komt het koninkrijk met geweld. En geweldenaars grijpen naar. Met andere woorden, mensen moeten met geweld ingaan en het koninkrijk van God een eigen maken. Want hij heeft gezegd, bid uw koninkrijk komen. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, jullie ontvangen het koninkrijk. Hoe zit dit nou? Hoe moeten wij dit nu begrijpen? Toen God zijn volk uit de woestijn leidde, had hij een doel daarmee, toen hij ze uit Egypte leidde. Wat was zijn doel met het volk? Naar Israël. En wat noemde hij Israël? Het beloofde land. Met andere woorden, God had een bestemming en een doel voorheen. Toen nam hij volk uit Egypte, de woestijn was een voorbereidingstijd, en daarna moesten zij ingaan in het beloofde land.
En hij gaf een belofte voor iedereen, een huis. Deuteronomium 16, vers 6. Zonder dat jij daar moeite voor gedaan heeft, gevuld met allerlei goede dingen, een land overvloeiende van melk en honing. Alleen er was één ding wat God niet gezegd had. Die huizen waren bewoond en er zaten reuzen in het land. En wat moesten ze doen? Ze moesten een erfenis met geweld innemen. Want God heeft gezegd, dit is je erfenis. Klopt dat? Klopt dat? Goed. Goed. Wat betekent het koninkrijk van God? Het betekent de plaats waar God heerschappij voert. Het is een plaats waar al de beloften van God wat? Waar is en leeft. Toch? Zo, dit is een plaats van overvloed en niet gebrek. Wat zijn de namen van God? Hoe, wij zingen soms dat lied met, hoe heet hij, Gert-Jan? God, Shalom, en? Hij is El Shalom, nee, Yahweh Shalom, hij is de God al daar, de God van vrede. Van gerechtigheid. Hij is mijn genezer. Hij is mijn redder. Hij is mijn herder. Maar is dit ook waar in jouw leven? Een tijd geleden begon het in mij te koken dat alles waar God zijn naam aan verbindt, levert strijd. En ik denk dat het is de tijd dat wij zeggen, nu is genoeg geweest. Als God in het Oude Testament zegt, ik ben de Heer, jouw geneesheer. En hij zegt, Jezus heeft al onze ziekte op ze genomen, hoeven wij ze niet te dragen. En als dit niet is zoals God gezegd heeft dat het is, dan nemen wij niet genoeg stappen in geloof om dit wat ons toebehoort en ons eigendom is in bezit te nemen. En waar heeft de meeste mensen de grootste moeite mee? Is, oh, ja, ik voel Gods tegenwoordigheid niet. Ja? Oh, ja, ik voel me zo alleen. Ik voel me eigenlijk door God in de steek gelaten. Wie heeft dat al ervaren of gevoeld? En God heeft zich geopenbaard. Ik ben er. Yahweh Shama. Ik ben er altijd. Ik ben altijd bij jou. Kan je zien wat ik bedoel? En waarop wordt hij aangevallen? Zie je wel? God laat je stikken. Zie je wel? Je voelt het niet zo. Zie je wel? En je raakt je openbaring, je gevoelens kwijt. Maar je moet hem ook zo opzoeken. Ah, maar dat is nou juist waar ik over heb. Daar heb ik het over, Robert. Daar heb ik het over. Yahweh Shalom, wat betekent dat? Die Heere is mijn vrede. Zijn vrede betekent geen gebrek, niets kapot, alles heel. En bevrijd van de vloek. Wie heeft Gods vrede? Of ervaar jij altijd zijn vrede? Of moet je ervoor knokken? Snap je? God heeft gezegd, ik ben Yahweh Jireh. Jouw voorziening. God heeft gezegd, ik ben jouw geneesheer. Dat is de eerste openbaring wat God zijn volk heeft gegeven. God heeft gezegd, Yahweh Nissi is mijn naam. Wat betekent het? Toen Mozes op de berg stond, met zijn handen omhoog,
De Heere is mijn banier, de Heere is mijn overwinning. Maar ervaar je dat ook in je leven? En als je dit niet ervaart, wat gebeurt er? Met de meeste mensen gebeurt precies hetzelfde als wat met Johannes de Doper gebeurd is. Hij raakt zijn visie, hij raakt zijn focus kwijt. Ja, bent u dit nou wel of bent u dit nou niet? Nou ja, ach. En daarom wil ik vanmorgen een beetje vragen, heb jij de genezing die God jou beloofd heeft in zijn woord? Heb jij de vrede die God je beloofd heeft in zijn woord? Ervaar je dat? Ervaar je zo zijn nabijheid? Een goed voorbeeld, als je met me naar het Oude Testament gaat kijken, in Richteren hoofdstuk 6, Gideon. Richteren hoofdstuk 6, of Rechters hoofdstuk 6. Gideon, die was bang, die zitte, die was bezig met gerst uit te kloppen. En hij was diep in een gat in de grond, en een pers waar je olijven uitpersen. En ineens verschijnt de engel bij hem. En Gideon was hier, waarom deed hij dat? Waarom was hij bezig om gerst te oogsten en uit te kloppen in een olijfpers? Hij kroop gewoon weg. Nee, ja, hij was bang. Nee, maar hij was gewoon dat hij stiekem. Ja, stiekem. Met andere woorden, hij was bang. Hij was stiekem, hij was bang. Want wat gebeurde in die tijd? Zodra ze de oogst binnengehaald hebben, dan werd het afgepakt door bendes van andere volken. En wat was die man? Die man zat letterlijk in de put. Dus hij zat in een bak en hij was bezig om gerst uit te kloppen. En dan keek hij over de rand en zie iemand mij, oh nee, gelukkig niet. En dan was hij bezig om die dingen uit te kloppen. En ineens stond er iemand naast hem. Een engel van God. En de engel kijkt naar Gideon en zegt, oh, wie is gegroet, dappere held. En Gideon, wat? Hij zei, die Heer is met je. En dan begint Gideon. Hij zei, vers 13, en als de Heer nou met ons is, waarom is ons dat dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen waarvan onze vader ons vertelde? Ik zie er niets van. Met andere woorden, ik voel dit niet, ik voel niet dat God van ons houdt. Ik zie dit niet, ik ben bang, want anders zat ik niet hier in de put. Voor al de vijanden om ons heen. Ik heb niet genoeg eten, want anders zou ik hier niet stiekem dit allemaal doen. Waar is God dan nou? En dan zegt de Heer tegen hem, vers 14, ga heen en deze je kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. En dan zegt hij, ja maar, hij zegt, ik ben met je. En hij was nog steeds bang. En dan ging hij 's nachts heel stiekem en hij ontdekte dat de engel bij hem was en hij bracht een offer en een bovennatuurlijke ontmoeting. En dan vers 24 staat er, toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en noemde dat, de Heere is vrede. Yahweh Shalom. Met andere woorden, hij ontdekte te midden dat hij scheidbang was, dat hij wegkroop, dat hij niet zag van Gods beloften, had hij een openbaring, Yahweh Shalom. En dan begint God en hij tilt Gideon op en hij neemt met 300 man. Hij had een leger van 20.000 man. En iedereen moest weggestuurd worden. En hij bleef over met 300 man. En zij gingen met de kruik, een beeld van waar je salvingen draagt, en met vuur van God.
En ze gingen op de vijanden af. En ze hebben hun overwinning behaald. Het koninkrijk van God leidt geweld. En geweldenaars grijpen erna. Dat is de belofte. En daarom wil ik je vanmorgen vragen. Heb jij echt, wandel je echt in dit wat God je beloofd heeft? Of zit jij met ziekte? Worstel je met Gods aanwezigheid? Worstel je met voorziening van God? Worstel je met vrede? Robert vertelt het, hij was alles kwijt. En dan moet je moet gaan zoeken. Maar ik wil ook dat wij ook als gemeente, er zitten mensen die al jarenlang bidden en niet genezing ontvangen van zekere ziekten. En ik geloof dat het niet aan God ligt. Als wij worstelen met iets en het staat niet met ons leven zoals een Gods woord, wie is dan fout? Bij wie zou er fout aan liggen? Moet ik het bij God neerleggen? Of moet ik opnieuw gaan nadenken en opnieuw gaan zoeken, Heer, is daar een reden waarom ik niet heb wat u zegt wat ik moet hebben? En daarom wil ik vanmorgen, lieve Vader, wij willen bij u komen in de naam van Jezus. U bent de Messias, Heer Jezus. U bent de gezalfde. En u bent gekomen met uw zalving om de juk te verbreken en de dingen stuk te maken. En wij zitten hier, Heer, met velen die door openbaring van u woorden hebben ontvangen, beloften hebben ontvangen. En ze zitten met de vraag, bent u dit nou echt? Waar zijn de wonderen van het verleden? En waarom is er geen doorbraak? Er zitten velen die met teleurstelling worstelen en die hebben aanstoot genomen. Heren, u wil niet dat wij leven met aanstoot, maar dat wij leven onder uw vrede. U wil niet dat wij leven met teleurstelling, maar dat wij leven vanuit de nabijheid van u, Yahweh Shammah. U wil niet dat wij leven met vrees en onzekerheid, maar dat wij leven vanuit uw naam, Yahweh Shalom. En u, Heer Jezus, heeft het alles mogelijk gemaakt. En vanuit ons midden moet er getuigenissen komen. Kijk, zie. Zieken worden genezen. Blinden gaan zien. Lammen gaan dopen. Doven kunnen horen. En armen ontvangen het evangelie. En als je vanmorgen hier zit en je zegt, ja, maar ik bemerk er niet. Ik worstel. Ik moet zeggen, ik ben het kwijtgeraakt. Ergens ben ik van de belofte van God in mijn leven kwijtgeraakt. Dan willen wij graag voor je bidden. Maar ik wil je ook uitdagen vanmorgen om een stap te zetten en te zeggen, ik ga niet toelaten dat dit wat mij beloofd is in het koninkrijk gestolen wordt of geroofd wordt. Alles wat u beloofd heeft, alles wat u gezegd hebt, alles wat u mij geopenbaard heeft, daarin wil ik en zal ik wandelen, want dit is uw woord voor mij.